Suriname is een crematieoordrijker. Het Algemeen Crematieoord Uitkijk staat sinds gisteren in Saramacca en is het initiatief van Shabir Isaak die middels donaties het oord tot stand heeft gebracht. Het oord werd dan ook officieel geopend op zijn 71ste geboortedag. Isaak, die voorzitter is van de Stichting Nationaal Uitvaartorden Suriname, dankte dan ook een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het crematorium. Een traject dat alles behalve over rozen is gegaan. Ik ben blij dat ik toen mijn vrienden in Nederland, u mag weten, ik zit ook al 52 jaar bij de radio, bij de media. En ik heb veel vrienden gemaakt in het buitenland. Zo heb ik Radio Sunrise en nog 5 radiostations in Amerika, in Curaçao, allemaal vrienden. En ik heb ze gevraagd om mij te helpen. Ik heb 3 zondagen, VP, telefonisch, we hebben fundraising gedraaid, zeg ik u. Urenlang moest ik aan mensen vertellen in Nederland waarom een crematie hier moet komen. En ik heb mensen zien huilen in Nederland. Waarom een crematie hier moet komen? En ik wil u wel verklappen, onze Surinamers in Nederland hebben in totaal €25.000 bij elkaar gebracht. Mag een applaus voor Radio Sunrise en de mensen in Nederland. Ik heb toen meneer, een bestuurslid van mij, meneer Hassan Mohammed, gevraagd, meneer, die aula moet komen, hoe dan ook. Geld is er. Maar die weg is er niet, hoe dan? En toen hebben we boot gecharterd. Ik zeg, ik ga voor die boten betalen, ik ga sponsoren al die boten die gaan. En met de boot heb ik personeels gebracht hier, materiaal gebracht hier. En die aula staat vandaag hier. Het crematieoord is nog niet af. Er zijn nog plannen voor het aanleggen van een parkeerplek voor auto's en een stijgen. Het asfalteren van de 2 kilometer lange toegangsweg en het aanleggen van waterleiding en elektriciteit behoren ook tot de plannen. Isaak deed een verzoek aan vicepresident Ashwin Adin om 5 ambtenaren die zullen zorgen voor het onderhoud en een beheerder over te plaatsen naar het oord. De vicepresident reageerde op dit verzoek van voorzitter Isaak, maar nam voor de stichting ook een cadeau mee. En een maand geleden toen ik me vroeg van luister, ik heb minister Owee een brief geschreven, VP check dat link. En ik heb vandaag voor de keer kwam ik er, minister, wat is precies de status van wat er een toezegging gedaan? En ik zei, VP, het is in orde. We hebben die schelpen gereed en die stenen om de verstrating te beginnen. En dat kreeg dus zeker als geluid. We moeten natuurlijk de straat vernoemen naar Shabir Isaak, want dat hebben de anderen geweld voor u. Dat gaan we ook helemaal doen maken. Dat is een beschikking die we komen natuurlijk binnenlandse zaken. Ik zal me persoonlijk natuurlijk daar geven gerugbaarheid aan, dat weet u dat geen persoonlijke bijdrage zeker ook leveren. Maar de regering zal ook de andere zaken. Zij het of ambtenaren moeten zoeken. Bij een dichtstbijzijnde ministerie of DC, we zullen kijken. We vinden die wel. Hij noemt ze overtollig, maar we zetten iedereen in, dat weten we. We weten, we willen die mensen meer arbeidsdynamiek geven. Zodat deze gemeenschap hier in zijn eigen buurt, een TST kan doen in een familiaire omgeving. Ik wil u dankzeggen namens de gemeenschap, namens de regering, maar als onderdeel van deze gemeenschap mogen we zeggen, we zijn bijzonder trots op u, op uw bestuur. Dat dit vandaag gerealiseerd mag zijn. En er nog vele malen en nog vele na deze. Toespraken werd het naambord van het crematieoord onthuld door de vicepresident en aanwezige ministers. In het algemeen crematieoord Uitkijk kunnen tegelijkertijd 4 lijken worden gecremeerd.